Zo, gaan vandaag weer even lekker trainen. Ja. Vandaag even een andere soort training. We gaan lekker even in een parkje bezig zo meteen. Want Steven is de laatste tijd heel veel bezig met calisthenics. En gewoon trainen met eigen lichaamsgewicht. Dus vandaar dat wij dat vandaag ook even gaan doen. We gaan lekker met bodyweight trainen vandaag. Ja, het moet sowieso, want dat is dumbbells vergeten. Precies, geen dumbbells, gewoon alleen maar met eigen gewicht. Gewoon ook even wat anders. Ik denk dat het ook wel lekker is om even een andere soort van stimulant te hebben. Kijk, als ik in de sportschool ben, ja, dan ben ik best wel veel bezig met machines. Ja. En ik denk dat je op deze manier ook wel op een andere manier kan leren pushen. En dat is ook wel iets waar we vandaag dus gewoon lekker mee bezig gaan. Zeker, en ik denk ook niet dat het verkeerd is. Als je altijd in de gym bent, je traint je spiertel gewoon, dus ik denk dat je weer een shock krijgt, zeg maar. Daarom. Precies, dus, weer even een hele andere stimulant. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Dus ja, we gaan gewoon lekker kijken. Het is ook echt wel prima weer vandaag. Maar gewoon lekker naar een parkje dus met wat bars waar we dips kunnen doen, pull-ups kunnen doen. En voor de rest gaan we even kijken wat voor bodyweight exercises we nog meer kunnen doen. Ja, maar gewoon even lekker even een half uurtje pushen. Eerste oefening die we eventjes gaan doen is even een paar pull-ups. We gaan eerst gewoon even lekker focussen op de rugspieren. Gaan we ook nog even wat chin-ups doen, zodat we de biceps ook even kunnen aanpakken. Wel even wat anders. Wel leuk, een keer buiten. Vind ik wel nice. Lekker dikke bar. Is ook wel chill. Gaan gewoon even kijken hoeveel eruit kunnen halen. 1. 5 of 6 zit je nou. Lekker man. Bang. Nog even een negatief. Zo, ja. Dat is ook goed, hè? Ja, die negatief is ook lekker om mee te pakken. Ik heb alvast een excuus. Ik heb gisteren mijn rug gedaan en ik heb spierpijn. Maar niet uit. Ik ga kijken hoeveel ik eruit kan halen en anders doe ik wat negatief. Yes. Lekker. Heerlijk. 4,5 wordt het al zwaar. Dus wat ik doe, ik zet gewoon mijn voeten hierop. Ja. En dan doe ik het zo, maar dan wat slomen. Oh, nice. Dus dan haal ik het ook. Ja man, dat is best wel een goeie. Ja, hè? Ja. Dus als je pull-ups gewoon niet kan, doe het zo, dan leer je het vanzelf. En doe het gewoon een stuk slomen, dan maak je je spier goed kapot. Ja, dan pak je nog steeds die tension. Precies. En dan kan je meer, wat is het, volume? Ja. Alleen ik denk dat je gewoon mijn onderbroek of mijn broek in kan kijken. Dat is niet zo fris. Die rugspieren, jongen, altijd ook gewoon die zijkant, die gaat dan zo branden. Ja, ik vind het wel echt heerlijk. Rug. Maar het is wel echt lekker om te doen. En dat is het ook, hè. Kijk, weet je, in eerste instantie wil je gewoon je volledige range of motion doen. Alleen het kan ook zo zijn dat je af en toe gewoon een kortere beweging moet maken als je bijna niet meer kan. Als je op het falen komt eenmaal. Dan is dat ook wel oké om te doen. Dus dan pak je eerst gewoon je volledige repetitie. En als je echt bijna niet meer kan, maak hem gewoon kort af. Heb je in ieder geval wel dat je spier volledig verzuurt en dat je in ieder geval gewoon lekker tot falen traint. Of in ieder geval bijna tot falen. Pak je de meeste progressie. Tweede setje. Langzaam op die negatieve. Ik ga dat ook proberen, man. Even het laatste stuk eruit branden. Zo. Ja. Dat voel je wel branden, man. Dat is echt een goeie. Ja, ik lig er al nu al uit, hoor. Pak je hem gewoon zo. Pak je alsnog dezelfde spieren, dat is lekker. Wat ik meestal wil is, als ik naar beneden ga, wil ik gewoon 3 seconden. Ja. Mijn gevoel zit ik dan het beste. Klopt, ja. Die 1-om-3 is top. Gewoon 1 seconde omhoog, 3 seconden naar beneden. Ja, lekker. En ik...
ga nog één keer. Yes, push. Nou, dit is wel lekker, want dan kan je ook nog een klein beetje rust pakken. En dan kan ik nog... Ja, nou... Kan ik niet meer. Maar... nice, toch? Ja, stop. Ja, ga lekker. Ja. Dan stop. Dat is een goeie, man. Eigenlijk zouden ze dat in de gym ook moeten hebben. Dat je het op die manier een beetje kan doen. Want je hebt in de gym heb je wel bijvoorbeeld die oefening... Dat als jij een pull-up doet, dat je je voeten op zo'n stang neer kan zetten... of je knieën op zo'n steun, dat je van daaruit omhoog wordt geholpen. Ja. Dat jij gewoon, ik zeg maar wat, 30 kilo aanklikt. En dan wordt jouw 30 kilo geholpen. Ja, ja, dus, Maar op deze manier leer je toch volledig met eigen lichaamsgewicht te doen. En kan je het op die manier toch nog wat makkelijker voor jezelf maken. Dus kan je niet naar een gym of iets. Dat is altijd een mogelijkheid. Maar je moet gewoon even creatief zijn. Super. Oh, dat trekt. Dat trekt niet normaal. In mijn ogen is pull-ups altijd de beste oefening voor je rug. Ik weet niet, ja, ik ga niet heel veel naar de gym. Ja. Dus misschien zijn er beter. Maar voor om te beginnen denk ik altijd, oké, pull-ups. Ik denk dat pull-ups gewoon iets is wat iedereen gewoon moet leren, man. Ja. Ik denk dat het goed is als iedereen dat zou kunnen, weet je. Als ik dan bijvoorbeeld ook lesgeef in de sportschool... Ik doe niet zo snel pull-ups in een beginnend schema voor de meeste mensen die beginnen met trainen. Nee. Omdat het best wel het is confronterend om je eigen lichaamsgewicht te tillen, helemaal als het ook nog niet lukt. Ja. Dus in sommige gevallen zou ik eerst gewoon lekker kijken naar het opbouwen van de rugspieren. Maar als er één oefening is die echt gewoon je rugspieren verzuurt op zo'n manier, dat je er echt profijt van gaat zien en dat ze ook echt flink gaan groeien, ja, dan zijn het pull-ups. Nice. Yes, korte beweging. Brand hem uit. Lekker. Gooi hem zo. Lekker. Dit bedoel goed, je of niet? Dat is hem. Uitbranden. Perfect. Yes. Lekker. Ik wil hem halen, dat lukt me niet meer. Fuck, nee, allemaal. Prima. Dat is goed, als je hem in ieder geval maar volledig verzuurt. De volgende oefening die we even gaan pakken is een chin-up. Eigenlijk redelijk vergelijkbaar met de pull-up. Pull-up is grotendeels rugspieren, ook een beetje bicep. Maar bij de chin-up gaan we de focus gewoon wat meer leggen op de bicep. Ja? Dus we houden de armen smal, gaan vanuit hier bewegen. Je zult ook wel wat meer upper back hierbij gaan voelen. Dat is op zich prima, hij is al redelijk verzuurd. Dus we hopen dat de biceps het nu overnemen en dat die gewoon het harde werk gaan doen. Ja? Doen we 3 setjes van. Even 3 setjes pompen. En dan pakken we hem daarna door. Ik kan het beter hier tussenin pakken, want dan stoot ik mijn kop tegen het ding aan. Komt-ie. Lekker, man. Dat was hem. Oh, die voorarmen, jongen, die beginnen te verzuren, niet normaal. Nice. Jezus, ik ben echt verzuurd. Nou, ik doe het gewoon weer op deze manier. Ja, top. Lekker. Holy shit, jongens. Nou maar even zo. Heerlijk. Het is mijn onderarmen. Ik voel dat mijn biceps nog wel kunnen. Ja, die onderarmen die gaan kapot, hè? Maakt mij niet uit. Heerlijk. Even 2 seconden wachten. En nou gebruik ik mijn rug. Het is vooral die grip. Dit, ja, hè? Ja. En wat je ook al zei, weet je, het kan gewoon prima in zo'n parkje. Ja. Zou je niet verwachten, maar als je geen gym tot beschikking hebt of je bent een keer op vakantie of zo. Of je hebt geen zin in de gym. Of je hebt geen zin in de gym, het is lekker weer buiten. Ja.
Er is genoeg dat je kan doen met je eigen lichaamsgewicht. Veel mensen vergeten dat wel eens. Ik ga me ook even een keertje zo pakken, even kijken hoe dat dan is. Die andere houding is op zich wel prima, alleen ik voelde toch best wel dat nog steeds best wel veel mijn rug aan het werk was. Dus ik ga even kijken of dit net wat lekkerder is voor die biceps. Oké. Yep. Ja, is dit beter? Cool. Ja, netjes. Lekker man. Yes. Nog één? Ja. Ja? Lekker grap. Kan je liever juist wat lichter pakken inderdaad, dat de vorm goed is? Plaats wel andersom. En dan gewoon even wat slomen. Ja, klasse. Lekker langzaam op die negatieve inderdaad. Heerlijk. Holy shit, jongens. Wacht nice. Even 2 seconden. Ik ga nog wel even verder, hoor. Ja, is goed. Want anders heb ik lang en na niet genoeg. Ik doe het even op een andere manier. Mm-hmm. En anders doe ik het gewoon zo. Ik heb gewoon. Done. Hij is over. Kapot. Maar ja. Lekker, mag ook wel. We zijn al 5 setjes bezig, hè? Rug, spieren, bicep. Ja, nog 1 keer. Nog 1 keertje. Pakken we daarna even die andere spiertjes aan. Moet je nog wat water? Ja. Genoeg activatie. Yes, thanks. Woe. Je mag echt wel een paar minuten rust nemen, man, met deze oefeningen. Niet normaal. Het is allemaal een mentaal spelletje, dit. Oké. Okay. Lekker, man. Als ik moet helpen, moet je zeggen. Mm-hmm. Netjes. Ja, kan je helpen? Het staat door de kamer. Niet normaal. Done. Done. Oh. Afgelopen. Mannen zijn op. Lekker, man. Dips. Volgende. Triceps, borst. Klein beetje frontdelt. Pakken we die spier ook gelijk mee. We doen gewoon even 3 korte setjes. 8 tot 10 repetities het liefst. Eigenlijk tot falen, als dat kan. We gaan gewoon kijken hoe dat gaat. Yes. Eén. Twee. 3, 4, 5, lekker man, 6, 7, hey man, wat een juicy triceps heb jij. Ja man, bro. Holy shit, ouwe. Jij hebt er wel 2 dikke bulk zit, nee? Lekker, ouwe. Yes, netjes. Ik ben dips doen. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het mij nog lukt, want ik deed elke keer dus dips op deze manier. Ja. En dan naar beneden. Oh, voor de tricep, puur tricep. Ja. Ja. Maar ik denk dat ik misschien wel zo ver ben. Ook heb ik dat nog maar 2 keer gedaan. Dat ik gewoon weer dips kan. Maar ik ben wel benieuwd. Lekker. 1. Kijk, gaat prima. Dat gaat prima. 3. Heerlijk. Doe gewoon hetzelfde. Goed. Heerlijk. Dit is net wat fijner, iets verder dan onder. Nice. Ik doe hem zo aan, dan voel je het iets meer in de triceps. Ja. Ja, dat was hem wel. Top. Nog een keer lukt het niet.
Een beetje 60. Ellebogen mooi smal weer. Sowieso nog twee. Lekker. Volgende die we gaan doen is een normale push-up. Ze pakken de handen maar ietsjes breder dan schouder. We willen hem niet te smal hebben, anders pakken we weer veel focus op die tricep. Maar we willen nu eigenlijk wat meer focus op die chest, want die tricep oefening die we daar zo net hadden met die dips, dat was al wel echt meer tricep focus. Dus laten we deze gewoon meer chest focus maken. Als je hier tussen doet, kan je nog wat dieper. Dat is waar, dat is waar. Dan kan je, probeer het eens. Hier. Ja, mijn hoofd die loopt hier. Maar zie, hier kun je net wat verder. Oh ja, dan kan je nog dieper zakken, ja. Ik weet niet of dat... Nee, op zich is... Maakt niet uit, hè? Ja, dit is op zich wel prima. Oké. Okay. Wat we doen is, we doen gewoon even twee setjes normaal en twee setjes pike. En dan gewoon twee setten tot bijna falen, slash falen. Rug mooi recht. Ik weet niet of je mijn schouder hoort, maar mijn schouder die knakt erover. Nou, dat was hem. Heerlijk. Heel nice. Zo, dat kwam raar. Lekker grap. Dat is hem. Laatste oefening is dus nog even die pike. Die gaan we nu even meepakken. Bovenkant schouders, klein beetje voorkant schouders. Lekker. Ja, lekker ouwe. Mooi. Sorry. Je duikt er echt in.
echt taai. Ja? Ja. Niet meer. Lekker. Ah, jongens. Lekker man. Bedankt voor deze workout. Ja, lekker hoor. Dat is goed. Ja, ik moet zeggen, het is echt wel lekker. Ja, hè? Ja. Ja, ik doe dit gewoon veel omdat in de gym schaam ik me, omdat ik niet zoveel kan met mijn hart. Ja. En dat wij trainen niet voor mij. Ja. Dus, weet je, heb je ook zoiets? Kan je best buiten trainen. En je ziet. Je hebt gewoon alsnog een goede stimulans en dat is het belangrijkste. Weet je, als je jezelf gewoon lekker kan pushen met dit. Ja. Stop. Ik vond het ook leuk. Even een keer wat anders. Ja. Normaal altijd het werk binnen is ook chill. Alleen, nu heb je toch op een andere manier dat je lichaam uitdaagt. Check zeker ook even het kanaal van Steven. Hij uploadt vooral veel video's over self-improvement ook. In het Nederlands. Dus over hoe word je gewoon een betere man. Hoe zorg je ervoor dat je je dingen en je zaken goed op orde hebt. Check dat zeker even. En dan zie ik jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe gymvideo. Later.